Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Gijsbrecht Huts uit Tienen. 27 jaar, leerkracht Nederlands geschiedenis in Zaventem en schepen van dienstverlening in onze mooie suikerstad Tienen. In mijn vrije tijd doe ik aan atletiek als 400 en 800 meterloper. Op 26 mei kan u me terugvinden in Vlaams Brabant op plaats 10 voor het Vlaams parlement. Ik hoop dan ook dat u die dag denkt. Aan de nummer 10 tien, uit tienen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik ben eigenlijk al zeer lang bezig in de politiek. Politieke strijdtoneel, als u het zo wilt noemen. In 2009 zat ik nog in het middelbaar. En toen kreeg ik de kans om met de school mee naar een politiek debat te gaan kijken, waar Theo Franken onder andere aanwezig was. En ik had er wel een heel goed gevoel bij, bij wat die politici zeiden, hoe dat je echt zelf concreet voor verandering kan zorgen door je actief in te zetten. En zo heb ik Jong NVA Tienen opgericht, de lokale werking, die lokale jongerenwerking eigenlijk van NVA in de stad waar ik woon. Uh, zo ben ik doorgegroeid naar uh, de, ja, de oudere werking, eigenlijk de lokale NVA-werking. Um, zo heb ik in 2012 de kans gekregen om op een gemeenteraadslijst te mogen staan. En ik denk mede dankzij mijn werk in de jeugdraad op dat moment ben ik toen verkozen geraakt. Um, gewoon als gemeenteraadslid in oppositie op dat moment. Uh, helaas is Tienen in 2015 onbestuurbaar geworden. Dat was dat een van de steden die onbestuurbaar werd. Uh, en eigenlijk dankzij die onbestuurbaarheid uh, ben ik schepen kunnen worden in onze stad. En dan merk je echt als schepen dat je dingen kan veranderen, dat je de dynamiek uh, mee kan uitrollen, het beleid mee kan uitrollen, het beleid mee mag schrijven en kan schrijven. En dat was uh, toch wel een openbaring op dat moment. Uh, dat je echt als schepen, ja, dat is iets heel anders dan oppositieraadslid. Dan kan je punten aanbrengen, maar ben je nog altijd afhankelijk. Terwijl als schepen, ja, teken je zelf mee het beleid uit. Uh, in 2018 kon ik dan opnieuw schepen worden. Uh, en nu zou het dan de eerste keer zijn dat ik op het bovenlokale niveau de kans krijg. En ik hoop dan ook zo verder door te groeien. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb een quote gekozen van John F. Kennedy. Elke verwezenlijking start met de beslissing om het te proberen. Die past wel een beetje in de campagne. Ja, als je iets wil verwezenlijken, moet je dat ja, zelf kunnen bewerkstelligen, denk ik dan. Uh, ik heb uh, als schepen de ervaring opgedaan dat je echt zelf beleid mee kan uittekenen. En dan is het ook belangrijk dat je de handen uit de mouwen steekt. Want zelf de handen uit de mouwen steken is veel beter dan aan de zijlijn te staan roepen. En om iets te verwezenlijken moet je dan ook starten met een project, starten met iets, wat dat ook kan zijn. Dat kan een lokale fuifzaal zijn die je wilt bouwen, dat kan een put zijn in de weg die al jaren open ligt waar je eindelijk iets wil en kan doen, een nieuw fietspad aanleggen. Dat zijn soms hele kleine dingen die zeer belangrijk zijn voor de mensen. En vandaar vind ik dat wel een hele goede quote, dat elke verwezenlijking start met het beginnen te proberen. Dus dat vind ik wel eentje die ik meedraag in mijn campagne, dat je maar kan proberen en zie maar je uitkomt. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Dat is een hele moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Um, maar ik heb er dankzij mijn opleiding uh, eigenlijk twee... Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd en politicologie ook. Um, twee mensen van een totaal andere strekking. Dat is uh, allereerst Winston Churchill, die toen hij premier werd in 1940 uh, in een speech zei: iets in de aard. Van uh, ik kan u eigenlijk alleen maar beloven dat ik uh, bloed, hard werken, zweet en tranen zal geven voor jullie. En ik vond dat wel ja, intrigerend. Dat intrigeerde mij omdat het ja, eigenlijk. Zegt die man van, kijk, ik kan niet meer doen dan mijn best. Ik kan niet meer doen dan mijn best voor u. En ja, dan zien we wel waar het schip strandt. En eh, ondanks het feit dat hij jaren later wel een verkiezingsnederlaag leidt, heeft hij ervoor gezorgd, of mee voor gezorgd, dat eh, Groot-Brittannië tijdens de toch wel moeilijkste periode ooit voor eh, hun land het land staan heeft gehouden. Um, en dat hij meeverantwoordelijk is voor uh, ja, de, de oplossingen in de oorlog. En dat vind ik wel, dat je dat als man ja, meteen met de belofte komt van kijk, ik kan niet meer doen dan mijn best. Hij uh, heeft dat ook gedaan. Uh, en dan ja, toch wel een zeer belangrijke figuur geweest voor onze westerse geschiedenis. En een tweede is iemand naar wie ik vernoemd ben. Uh, mijn tweede naam is Mikhail, dus jij zegt Um, en ik ben genoemd ook naar Mikhail Gorbachev, dus ondanks het feit dat hij wel een communist was en dat ik niet achter zijn uh, ideeën als dusdanig sta, mag hij toch een beetje een politiek voorbeeld worden genoemd omdat hij ook in een zeer moeilijke periode uh, de leiding kreeg of nam uh, en dat hij dankzij de openheid en hervormingen, zijn glasnosti perestrojka, uh, ervoor gezorgd heeft dat het hele communisme... Uh, veranderd is, dat hij dat individu toch van binnenuit heeft kunnen veranderen. Um, en er eigenlijk ook heeft voor gezorgd, tegen wil en dank misschien, dat de Sovjet-Unie is gevallen, maar vooral, en dat is zo inspirerend, dat hij een van de hoofdactoren is geweest in uh, het einde van de Koude Oorlog. En ik vind dat zijn rol daarin niet te onderschatten is. En vandaar ook die twee, twee individuen die. Ja, compleet anders zijn van strekking, maar toch uh, in moeilijke perioden hun land hebben geleid. Uh, hun kiezers, hun bevolking en het hele land nooit uit het oog zijn verloren. Uh, en dat is wel bewonderenswaardig. Wat zijn uw politieke interesses? Dankzij mijn jonge leeftijd en mijn achtergrond in de sportenwereld en het onderwijs, zijn dat eigenlijk de drie... Interessegebieden die ik al, uh, al heel lang heb, zowel op het lokale bestuursniveau, jeugd, ja, onderwijs was bij ons minder, uh, maar sport ook. Uh, en die drie zou ik heel graag willen doortrekken. Sport, uh, omdat ik al zelf heel lang uh, in de sportwereld wat meedraai, als, als recreant vooral, maar, uh, maar toch, um, dat de politiek moet sport voor iedereen kunnen faciliteren. Wat wil dat zeggen? Sport op maat. Voor iedereen. Um, dus dat wil zeggen accommodatie, maar ook ervoor zorgen dat jongeren die excelleren in hun sport daar ook alle kansen toe krijgen om hun talent te ontwikkelen en door te groeien naar de top uh, in, in zijn of haar sport. Um, we hebben geen nood aan topsportscholen die zelden of nooit helaas echt grote topsporters afleveren, maar wel aan een gefundeerd topsportbeleid en een goede visie. Uh, al dan niet aangestuurd vanuit de politiek. Uh, de bonden die af en toe wat problemen hebben met atleten. Als we dan nu zien ja, dat de Atletiekbond een probleem had rond portretrechten enzovoort. Ook met opleidingen. Ja, dan stel ik me daar toch wel vragen bij. En dat is iets wat uh, politiek misschien een aansturende rol in kan hebben. En dan tweede, accommodatie uh, is ook zeer belangrijk. Men moet ja, dat kunnen aanbieden voor sporten van allerlei genres, van atletiek tot zwemmen, van geesport tot volleybal. Er moet voor elk wat wil zijn en de juiste accommodatie aanwezig zijn. En wat onderwijs betreft, ik sta zelf ook in het onderwijs. Ik geef les in Zaventem. En het is zo dat ja, ons Vlaams onderwijs was eigenlijk zeer lang bij het beste ter wereld, zeer lang aan de top gestaan. We waren daar echt zeer bekend voor, ook uh, voor het niveau van ons onderwijs, tot helaas ivoren Toren Pedagogen en uh, ja, zogenoemde de onderwijsbonzen het warm water wouden uitvinden, laat het ons zo zeggen. En dan zien we toch dat uh, de laatste jaren het wat afglijdt helaas naar, uh, naar welzijn, wat zeer belangrijk is natuurlijk, maar ja, de slinger mag niet volledig doorslaan. En ik vind dat de leerkrachten, en ik merk dat ook in de dagelijkse praktijk, dat leerkrachten zeer veel met administratie moeten bezig zijn. Elke punt, elk punt, elk comma moet ergens verantwoord zijn. En dat zorgt ervoor dat ze niet toekomen aan hun eigenlijke job, en dat is lesgeven. Want ja, ik denk dat de mensen daar ook wel degelijk voor opgeleid zijn. Maar ik lees vandaag bijvoorbeeld in de krant, ja, misschien moeten we toch eens nadenken of we het puntensysteem voor leerlingen moeten afschaffen. Ik heb daar mijn bedenkingen bij, want ja, wie ga je dan afleveren, wie ga je afzetten, met welke rugzak ga je iemand afzetten als hij of zij wilt gaan verder studeren of op de arbeidsmarkt terechtkomt. Ja, als het allemaal was van ja, doe je best en je zal er wel komen. Ja, je hebt een standaard nodig en die moet behaald worden. Ik denk ja, dat is in de sportwereld zo, maar in ons onderwijs moet dat ook zo zijn. En ik denk dat dan uh, te vies moet zijn: laat onze leerkrachten lesgeven. Zij zijn daarvoor opgeleid. Zij zetten zich dag in dag uit met hart en ziel in voor jongeren, voor leerlingen, om hun talenten te laten ontwikkelen. En geef ze dan ook die kans en laat leerkrachten lesgeven. Wat kan er anders en beter in de politiek? Dat is een hele moeilijke vraag: anders en beter. Maar ik denk dat je vooral aandacht moet blijven behouden voor een evenwicht in de politiek. Een evenwicht, uh, zowel in het beleidsproces als in de debatten, tussen wat moet en wat kan. Dat evenwicht dat is vaak zoek. Ik denk bijvoorbeeld aan de twee grootste debatten uh, de laatste tijd gaan over migratie, uh, over het klimaat, wat uh, toch wel de hot topics zijn van de politieke discussie op dit moment. En men verglijdt daar helaas vaak in een emotioneel debat. Men uh, heeft gisteren nog uh, Greta Thunberg zien huilen. Nu. Alle begrip voor uh, het klimaat. Daar moet op wereldschaal zeer snel iets aan gedaan worden. Dat is ook zo. Maar je moet een evenwicht vinden. Wat moeten we doen en wat kunnen we doen? En als je nu mensen zou bijvoorbeeld verplichten om uh, hun woning te gaan isoleren op zeer korte termijn, misschien zelfs energie neutraal maken, dan gaat dat heel veel mensen pijn doen. Dan gaan zeer veel mensen dat, dat voelen, zowel in hun portemonnee, en gaan misschien. Ja, hele moeilijke andere keuzes moeten maken omdat ze daartoe verplicht worden. En als je dat emotioneel bekijkt, dan heb ik daar alle begrip voor dat die mensen zeggen van ja, maar kijk, dat kunnen we zomaar niet. Maar langs de andere kant ook voor de klimaatactivisten die meer dan terecht zeggen, kijk, it's time to act and it's time to act now. Er moet iets gebeuren, maar met een evenwicht. En men vergelijkt heel vaak in een emotioneel debat dan, ook bij migratie. Als je empathisch bent en elke mens heeft wel een greintje empathie, dan is het zo dat je heel snel zegt: kijk, mensen die het minder hebben dan wij, die moeten we opvangen en die moeten we dezelfde kansen geven dan wij. Daar ben ik het 100% mee eens. Dat moet ook. Maar je moet een evenwicht zoeken. Kijk, wat kunnen wij als land aan? Wat kan onze economie dragen? Wat kunnen wij sociaal dragen? Wat kan onze sociale zekerheid dragen? En als je nu zegt van: kijk we moeten die mensen helpen, maar wel met hè, bepaalde evenwichten. Op het moment dat je die maar uitspreekt, zowel bij migratie als bij het klimaat, van kijk, ik vind het klimaat belangrijk, maar, dan word je direct in een hoekje geplaatst. Mensen reageren zeer emotioneel. Je zegt van kijk, ik vind het klimaat belangrijk, maar met een evenwicht, dan zeggen mensen, ja, maar door die maar zetten we u in klimaatnegationistische hoek. Bij migratie hetzelfde, als je durft te zeggen van kijk. Ik wil die mensen gerust opvangen, maar dan zetten ze u in de rechtse hoek. En dat is iets wat in politiek toch wel zeer vaak begint aan bod te komen: dat emotionele mensen plaatsen in een hoekje zonder te luisteren naar argumenten, voor-argumenten, tegen-argumenten. En ik denk niet dat dat een goede evolutie is: dat men, als je een argument geeft, u meteen in een hoekje zet en vaak stopt met luisteren. Dat vind ik een zeer jammer evolutie. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb uh, twee voorwerpen meegebracht die aan elkaar gelinkt zijn. Um, het is een foto en een medaille. De medaille, um, ik doe al jaren atletiek en het is een medaille van het Belgisch kampioenschap uh, die we behaald hebben. En de foto die erbij hoort uh, is er eentje van uh, de aflossingsploeg. Het is toevallig eentje van uh, onze aflossingsploeg. Uh, de bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap 4x400 meter. En waarom heb ik die meegebracht? Het is misschien niet rechtstreeks gelinkt aan politiek, atletiek, politiek. Maar door het sporten in het algemeen leer je wel heel veel dingen. Je leert doorzetten wanneer het moeilijk gaat. Stel je bent geblesseerd of het zijn zeer zware trainingen of, of er gebeurt iets. Ja, dan leer je doorzetten. Dat heb je ook in de politiek nodig. En anderzijds, net omdat het van de aflossingen is, je leert samenwerken. Je leert je ook zelf in te zetten voor een team. En door je eigen inzet kan het team ook schitteren. En ik denk dat die twee aan elkaar gelinkt zeer belangrijk zijn, ook in de politieke wereld. Dat je door jezelf keihard in te zetten, anderen kan doen schitteren. En dat doorzettingsvermogen dat is af en toe helaas ook wel nodig. Uh, als het wat moeilijker gaat met de partij of met, met u in het algemeen, hè. ik heb daar straks gezegd, men vergelijkt heel vaak in een emotionele discussie. Ja, als u dan in een hoekje plaatst, moet je daar persoonlijk mee om. En dat doorzettingsvermogen uit de sportwereld uh, en die samenwerking met anderen, dat zijn wel twee dingen die, uh, die ik meeneem in mijn uh, politieke carrière, als ik het zo mag zeggen.